Ja, over de geschiedenis van Nederland en over kinderen en wat er allemaal is gebeurd vroeger. Het verhaal van Bontekoe en Neeltje Dof en Elva het Veenlijk en Claudius Civilius en Willem van Nassau. Ja, ik vond die van Neeltje Dof wel heel, heel bijzonder. En waarom? Ja, je merkt gewoon over dat ze toch armoede en hoe ze toch kunnen overleven. Dat was zeg maar een heel arm meisje. Die leefde in een wijk waar heel veel armoede was. En toen is zij later, toen ze een jaar of 22 was, is zij ontdekt door een schilder. En toen werd zij geschilderd door die man. En toen is zij daarmee getrouwd. En die schilder was de bekendste schilder van België. En toen is zij heel rijk geworden en zo. Ja, ik vond het heel leerzaam. Ja, je leerde ook heel veel over geschiedenis en dat spreekt me echt heel erg aan. Hoe vond je de tekeningen van het boek? Die vond ik wel heel mooi. Ze legde ook veel uit en zo. Dus ze waren ook al heel duidelijk en vooral heel mooi. Het is niet echt zo recht om recht aan. Het is gewoon een beetje echt uit eigen hand getekend. Eigenlijk zou ik het liefst dus nu willen leven omdat er heel veel handige dingen zijn. Maar daar in de middeleeuwen zie je toch wel wat die mensen allemaal konden zonder de dingen dat wij nu hebben.